Nou, net weer een tegenslag gehad. Niet zwanger, maar... Hallo, goedemorgen op deze... Nee! Goeie vrijdag! Vrijdag! En ze is dus vrij van school. Ja, dat hoorde ik gisteren pas, want ik was een beetje vergeten dat het Goeie Vrijdag was vandaag. Maar dat vinden we heel gezellig, hè? Dat Jootje lekker thuis is. Ja. Zoals beloofd, toen ik gisteren bij het evenement wegging, heb ik nog even verteld dat ik nog ging laten zien wat er in de goodiebags zit. Hey. Maandag is mama ook vrij, hoor. Vandaag niet. Vandaag heb ik echt een reet drukke dag. Reet. Ik heb mijn administratie gisteren niet bepaald afgemaakt. Dus dat moet ik vandaag echt doen. En ik moet ook echt aan de slag met deze vlogs. Want we zijn nu op vrijdag en ik moet nog beginnen met editen vanaf maandag. Dus dat. Jawel, ik had eigenlijk gehoopt om uit te slapen. Jola had ook gehoopt om uit te slapen. Maar we werden wakker uit onszelf, terwijl ik pas om 1 uur ging slapen. Om 7 uur. Maar goed, laten we het gaan uitpakken. Okay. Yo! Dit is wel wat voor jou. Nagellak. Body butter. Lime. Oh, moet je ruiken. Oh, black suits me best. Hey, lieve volgers, kijkers van deze vlog. Vind je deze leuk? Laat het even weten in de reactie onder. Dan stuur ik hem naar je op. Wie eerst mailt, want het is voor Samsung. Pompommoes, ambachtelijke limonade. De tijden zijn wel veranderd, of toch niet? We weten dat er veel suiker ook gezond is. Het is goed om regelmatig gewoon een glas kraanwater te drinken. Wegwerpglas is ook niet zo'n ding van duurzaamheid. Echter wel, als je de fles na gebruik gewoon een prachtige roos van je vriend op de vensterbank zet. Om bijvoorbeeld een plasje naar de, dokter te brengen. Ze zijn wel grappig en origineel met hun tekst. Nou, vind ik wel leuk. En inderdaad, het is een leuk flesje die we kunnen bewaren als het op is. Dan zetten we een plantje in. Begin de dag met Hamermaal! Oh, een lekker shake. Eigenlijk is de vlog van vandaag denk ik een beetje saai, want ik ben eigenlijk alleen maar aan het editen. En dat duurde even wat langer dan normaal, want ik wil een nieuw, dat noemen ze dus een bumper maken. Dat is dus de eerste aantal seconden van je vlog. En die blijft dan ook de hele tijd. Dus het is wel de bedoeling dat die dan echt even cool is. Dus ja, ik ben echt al de hele dag achter de computer. Dus ik heb dit nu gemaakt. Hoort hem even zonder muziek, maar ik wil er ook nog andere muziek bij. Dat. En verder ben ik gewoon nu met maandag bezig. En dan heb ik nog alle dagen. Oh ja, dan zou je denken, wat heb je uitgevreten dan de hele dag? Nou, dat is een hele goeie. Want ik maak ook nog filmpjes voor feesten waar ik soms werk met entertainment. En daar film ik dan ook. En daar edit ik ook filmpjes voor. Dus ik moest meerdere dingen editen vandaag. En dat moet dan goedgekeurd worden. En er moet weer wat aangepast worden. Tuurlijk. En ja, er gaat allemaal gewoon super veel tijd in zitten. Dan moet je dat weer eraf halen, moet je het weer aanpassen, moet je het weer opnieuw erop zetten. Inclusief alle tags en alles, dus beetje jammer. Maar goed, wat heb ik verder gedaan? Ja, ik had Jola de hele tijd om me heen, dus dan kan ik me ook heel slecht focussen. Dus ja, ik ben tussendoor ook met haar bezig geweest. Mijn schoonmoeder in één keer voor de deur, hartstikke leuk en gezellig. Maar ik kan er zo slecht tegen, al die prikkels om me heen. Dat krijg je dus als je gewoon in de huiskamer zit te werken de hele dag. Ik wil echt heel graag, Bart heeft beloofd dat hij dit weekend gaat doen, mijn laptop fixen. Want die staat met Windows geïnstalleerd en daardoor is hij mega traag geworden. Maar dat moet Bart er afhalen. En dan kan ik op zijn laptop gaan werken. En dan kan ik ook gewoon op andere plaatsen gaan editen. Want continu vastzitten in de woonkamer vind ik echt steeds frustrerender worden. Engineer your future! Ja, drukke zakenman. Dat is onze slogan, hè?
Ik zie het, dat je het zelf ook toepast. Shiners Recruitment Engineering, your future. Wij zijn een arbeidsbemiddelaar voor hoger opgeleid technisch personeel. Focust op de werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Denk daarbij aan mechanical engineers, constructeurs, maar ook lead engineers, projectmanagers, projectleiders. En Bart heeft zojuist gesport samen met zijn compagnon. Daarom ligt hij nu op de bank. Yep, want een echte shiner moet ook fit blijven. Ja, en een echte shiner die moet koken voor zijn vrouw of... We gaan patat halen. Patat! Lekker! We gaan patat halen. Oh. Oké, al prik eraf. Hoezo al prik eraf? Dan zou ze de randje gieten. Ga je mond jij met je nooit een shirt aan. Ja, of ja. Ik kan het hebben. Ik kan het hebben. Nou, net weer een tegenslag gehad, dus ik ga mezelf even lekker verwennen. Niet zwanger, maar nu wel. Patat. En dat is heel lekker als je buikpijn hebt. En daarna, als dit op is, dan ga ik aan chocola met wijn. Net zo lang dat je zwanger lijkt. Hebben we nog rode wijn, schat? Vast wel. Lekker. Het mag nu weer. Het mag weer. Ja. Dat is altijd weer één voordeel van een nadeel. Super bedankt weer voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je maandag weer terug bent om te kijken naar de nieuwe vlog. En abonneer je ook zeker even gratis op het YouTube kanaal. Dan blijf je op de hoogte. Doei!